Nee, het was wel moeilijk, omdat zeg maar, ook Oekraïne zelf niet zeg maar, aangeeft hoeveel mensen daarheen zijn gegaan. Kijk, ik weet van tientallen. Michael Roberti had het zelf geloof ik over 30 of 40 personen. De advocaat. Er stond volgens mij vandaag ergens 200. En is jou duidelijk dus waar ze zijn? Hè? Degene bijvoorbeeld waar jij contact ook mee hebt. Waar zijn ze en wat doen ze daar precies? Nou ja, kijk, waar ze zijn precies, dat weet ik niet. Maar dat is ook zeg maar de tip die ik heb meegegeven. Want in principe, je gaat naar de ambassade hier in Nederland van Oekraïne. Je neemt je credentials mee van wat jij hebt gedaan qua opleiding en uitzendingen. En op basis daarvan krijg jij een wel of niet dat je mag afreizen naar Oekraïne om daar in het Vreemdelingenlegioen daar plaats te nemen. Dan krijg je 2 weken opleiding ergens aan de Poolse grens. Mm-hmm. En dan zal je gewoon richting de frontlinie worden gestuurd. Wat zeg je tegen die mensen? Die jouw contact en zeggen, nou ja, overwegen of al daadwerkelijk plannen hebben? Ja, ik zeg altijd, ga niet. Ja. Want het is geen Call of Duty. Kijk, ik snap, Joyce heeft PTSS en die wil dolgraag iets betekenen. En erger kan het niet, maar dat kan wel erger. Want Kosovo was geen oorlogsgebied, hoor, in dat opzicht. Hey, hoe anders is het als je daar nu mee vecht met Oekraïne ten opzichte van dat je vecht voor echt het Nederlands leger? Nou, kijk, je moet het zo zien dat je bent feitelijk gewoon stateloos. Want je meldt je aan bij een vreemdelingenlegioen. Dat heeft geen status. Die heeft geen regering, die heeft geen departement. Dus op het moment dat jij naar de frontlinie in Kiev wordt gestuurd en je raakt daar in de problemen, is niemand die je daar gaat weghalen. Dat ten eerste al. En nou ja, ik bedoel, dan mag je hopen dat als je krijgsgevangen wordt gemaakt, dat je niet meteen een nekschot geven. Maar goed, gezien de resultaten die Rusland laatst heeft laten zien, zeg maar, de conventie van Genève, gaan ze daar niet na. Dus.